dat ik een shoot had en dat ik zou vragen of ik mocht zeggen waarvoor het was. En dat mag ik zeggen. Mijn hoofd zit nu helemaal vol. Ik heb best wel drukke weken gehad. Ik vind het heel leuk om een kerstboom te hebben met allemaal verrassende dingen erin. Olivia is ook weer zo vrolijk. Dankjewel. Dat geeft mij altijd heel veel rust. Maar daar verschilt natuurlijk elk persoon in. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Hallo jongens, leuk dat je weer kijkt. Mijn make-up zit een beetje anders vandaag. Dat heeft een hele goede reden. Ik heb vanochtend een shoot gehad. Echt, het was zo tof. Ik heb gevraagd of ik jullie al... Volgens mij had ik namelijk in mijn vorige vlog had ik het er ook al over. Het licht gaat even uit hoor, dus het wordt donker hier. Maar ik zal ook even een ander lichtje proberen aan te zetten. Oh jee, ik ben het helemaal kwijt. Ja, daar ben ik weer. Volgens mij had ik in mijn vorige vlog al verteld dat ik een shoot had. En dat ik zou vragen of ik mocht zeggen waarvoor het was. En dat mag ik zeggen. Ik ben namelijk geïnterviewd voor een artikel in het tijdschrift Santé. Echt heel tof. En het komt, als ik het goed heb, maar pin me hier niet op vast, in het januari nummer. En het is dus echt een heel groot interview met mij. En ik ben echt super excited daarover. Heel tof om te doen. En vandaag mocht ik dus met hun shooten met de fotograaf en de stylist, visagist voor Santé, Bart en Lynn. En ze zoeken lieve mensen, echt. Ze kwamen dus naar Groningen. Ik ben dat helemaal niet gewend. Ik ben echt gewend dat ik overal heen moet rijden. Maar zij kwamen voor mij, voor mijn shoot, naar Groningen. Wat ik al een hele grote eer vond. Dus Bart en Lynn en Santé, dank jullie wel daarvoor. En we hebben echt een onwijs toffe shoot gehad. Het wordt volgens mij zo mooi. Bart had ook een video gemaakt, zeg maar, van de shoot. Als het goed is, gaat hij me die sturen. Als hij me die stuurt, dan ga ik hem hier inzetten. En even hun Instagram-account erbij. Dus die kan je nu zien. Dat was dus heel tof. Daarna had ik een bijeenkomst van mijn intervisiegroep. Dat is zeg maar een groep van diëtisten waar ik bij zit. Waar ik één keer per zoveel tijd een overleg mee heb. Die heb ik gehad. En daarna heb ik een video opgenomen. Mijn hoofd zit nu helemaal vol. Ik heb best wel drukke weken gehad. En deze week wordt ook weer heel druk. Dus ik moet ook echt ergens mijn rust zien te vinden. Lieve Sven, die hielp me daar natuurlijk gelijk weer mee. Ik pak ondertussen eventjes nieuw water. Oh, en Maukie wil ook knuffels natuurlijk. Hoe kan ik jou daarin vergeten? Maar Sven die zei gelijk van, volgens mij moet jij even een massage hebben. En Sven die heeft de laatste tijd zelf een paar keer een massage gehad bij een vrouw die dat dus, die in de buurt woont en die dat dus heel goed kan. Dus hij heeft voor mij een massage geboekt morgen. En oh, dat is zo geweldig. Echt. Ik heb zo'n geweldige man. Ik zeg het wel vaker, maar echt top. Hij zegt altijd van ja, ik wou dat ik je kon helpen. Maar hij helpt me dan zo erg. Zoals vanochtend was ik heel erg bezig met en de teksten voor mijn website. En ik kwam erachter dat mijn video niet online stond. Terwijl hij dat wel zou moeten. En dan ben ik dus helemaal overloaded, zeg maar. En dan ga ik
gelijk zit te werken, ga ik gelijk bezig. En hij gaat dan gewoon zonder het te vragen mijn ontbijtje maken, neerzetten. Mijn water maken, zeg maar, neerzetten. En denk, oh, zo waardevol. Maar goed, ik ga nu nog eventjes de teksten voor mijn website een keer doorlezen. En als het goed is, ze naar opsturen, zodat het definitief is. En ik had nog iets wat ik wilde doen. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval bijna klaar voor vandaag. Het is 5 over 5, dus ook echt tijd om te gaan stoppen. Sven heeft een nachoschotel gemaakt. Lekker, lieverd. Ik hoop het. Daar heb ik al vertrouwen in. Ja, toch. Eet smakelijk. Kan ook niet misgaan. Nee, zeker niet. Vers pakket van de Jumbo. Lekker. Sven is boksen. En ik ben lekker op de bank geploft. Weer een hele drukke dag gehad. Echt drukke dagen. De afgelopen week en de komende week. Of heb ik dat net ook al gezegd? Ik weet het gewoon niet meer. Nou, zo druk heb ik het dus. Maar 's avonds kan ik dan lekker ontspannen. En dat heb ik ook wel echt nodig. Ik heb nu echt hoofdpijn. Dus gewoon lekker niks. Married at First Sight heb ik opstaan. We hebben trouwens afgelopen nacht eindelijk een oké nacht gehad. Echt, oh, heerlijk was dat. Hij was nog niet ideaal. Volgens mij heb ik van 11 tot 5:30 ongeveer geslapen. Het is voor mij niet helemaal genoeg, maar het is al veel beter dan het de afgelopen 2 weken was. En daar was ik echt even aan toe. Dus ik stiekem, dit is heel gevaarlijk, maar stiekem hoop ik dat vannacht ook alweer een goede nacht wordt. Olivia heeft de hele tijd dat ze echt krijsend wakker wordt en we weten niet zo goed wat het is. Of ze nou last heeft van haar kies. Of het lijkt ons meer iets van een nachtmerrie of zo. Of misschien een, ja, zo'n slaapregressie of een sprongetje wat ze noemen. Wat, ja, wat het is, zeg het maar. Dat is moeilijk aan deze leeftijd, vind ik. Dat ze zelf nog niet kan vertellen wat er is. Maar goed, ja, het is dus heel lastig dat je gewoon niet weet wat je ervoor er kan doen. En meer dan wat we nu doen, kunnen we echt niet doen. Ze laat zich ook wel troosten, maar we moeten dus echt met haar blijven rondlopen. Maar afgelopen nacht was het dus alleen laatst, want wij lagen om 9:30 of zo op bed. En om 11:00 kwam zij en vroeg weer, dus om 5:30. En toen wilde ze ook echt niet meer slapen. Maar goed, het gaat langzaam de betere kant op, hoop ik. Ik ga nu lekker Married at First Sight kijken. Ik hoorde in één keer het geluidje van mijn camera. Toen hadden deze knotjes de camera te pakken. Oh, oh, oh. Ik hoorde zo pling van mijn camera. Dat is waar. Ja. Nee, je. Oh, oh, oh. Nou goed. Goedemorgen. Dan starten we de vlog maar op voor vandaag. Het is dinsdagochtend, even over 8. Vannacht was vanaf 2:00 perfect. Ja, wat heb jij? Doe eens A. Wat heb jij? Maar vanaf 2:00 was hij perfect. Tot die tijd was hij heel rommelig. Wauw, 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 wauw. Ja, dat was hij best perfect. Wat zei je? Ja, voor je. Jij lag lekker te slapen. Sven zou vanmorgen om 5:30 gaan sporten. Dus hij had zijn wekker gezet. Maar hij had zo'n trilwekker, zeg maar. In zijn, zit hij in die woep of in die... Ja, in een woep. Oh, in zijn woep zit een trilfunctie als wekker. Dus dan werd ik niet wakker. Nou, om 5:30. Echt heel hard. Meneer werd niet wakker. Dus ik zo porren tegen hem, werd nog niet wakker. Ik nog een keer porren, werd niet wakker. Ik nog een keer porren, werd niet wakker. Toen dacht ik, nou, als je het zo hard nodig hebt, dan laat ik je ook lekker slapen. Dus Sven is niet deze sport om 5:30. Nee, dat is weer helemaal verdrietig. Niet dus. Dat is echt gemeen. Ik had het wel echt nodig, het slaap, denk ik dan. Ja, dat denk ik ook. Ik slaap nooit door een wekker. Nee, je slaapt nooit door een wekker. Maar goed, en Olivia en ik gaan met de moeder en de zus van Sven naar Tuinland in Groningen. Sven en Olivia die zijn aan het tango dansen. Maar wij gaan lekker naar de kerstmarkt. De kerstmarkt in Tuinland. Olivia had bellenblaas gekregen van een tractatie. Dus ik dacht, ik ga even bellenblazen. Vindt ze vast leuk. Nou, Olivia vindt het niet zoveel aan. Maar Mauki is echt gefascineerd door de bellen. Ze weet niet zo goed of ze ze nou
leuk moet vinden of dat ze er bang voor is. Volgens mij is ze er bang voor. Wat is dat allemaal, Mauki? Ik ben aan het bellen. Eng hem op. Olivia was al best wel moe, dus ik dacht ik probeer gewoon of ze gaat slapen. En ja, ze gaat slapen. Dus dat is prima, want dan heeft ze alvast een dutje gedaan voordat we naar de tuinland gaan. Het is nu 9:15. Ik had nog niet ontbeten, dus ik heb even ontbijt gemaakt. Kark met banaan en noten en koek en speculaas kruiden. Het is heel lang geleden dat ik dat er overheen had gedaan, maar ik had er weer spontaan zin in. Dus ik denk dat ik nu maar even nieuws ga kijken en rustig ga ontbijten. Ik heb ook al een wasje erin gedaan en een was opgevouwen. En ik wil even wat dingen opruimen en zo in huis als Olivia dat toelaat. Oh, ik word gebeld. Is dat de kerstman, Olivia? Dat is leuk. Oh. Oh, lekkere appelstroedel met een cappuccino. En Olivia heeft er ook wel zin in. We zijn weer thuis. Ik heb eten gemaakt voor Olivia. Worteltjes en sperziebonen en vega-balletjes. En er staan nog aardappeltjes op. Oh ja, deze. Kijk eens. Lekker. En dan geef ik zo alles een beetje op haar plateautje. En dan kan ze zelf een beetje uitkiezen wat ze wil. Zo, lekker eten. Mauki is er natuurlijk ook weer bij. Die vindt ook vegaballetjes heel lekker. Hij laat Olivia niet merken, want dan gooit ze expres alles naar beneden voor Mauki. Wij kopen, of eigenlijk ik koop, elk jaar een paar kerstballen. Ik heb toen in het begin... heb ik heel veel basic ballen gekocht en een paar speciale, omdat die speciale natuurlijk best wel prijzig zijn. Maar ik vind het wel leuk. Mijn boom hangt helemaal vol, mocht je me nog niet zo lang volgen. Mijn boom hangt helemaal vol met dingen waarvan je denkt, dat hoort toch niet in de kerstboom? Ik vind het heel leuk om een kerstboom te hebben met allemaal verrassende dingen erin. En elk jaar kijk ik voor een paar leuke nieuwe kerstballen. Ik heb ten eerste... nieuwe hangertjes gekocht van die decoratiehangers. Want ik dacht, ja, volgens mij heb ik er niet meer heel veel. En ik heb geen zin om ze tekort te komen als ik eenmaal aan het optuigen ben. En anders komen ze volgend jaar of het jaar daarna wel op een pas. Want die dingen verdwijnen zo langzamerhand. Verder heb ik geurstokjes gekocht. Ik ben nog steeds op zoek naar de perfecte geurstokjes. Ik vond die van de Ici Paris vond ik heel fijn. Wel ook wat prijzig. Deze die roken heel lekker. En ze waren €9,99. Dus best wel wat goedkoper dan bijvoorbeeld die van de Rituals en zo. Dus ik dacht, ik ben gewoon heel benieuwd. En ik vond ze heel lekker ruiken. Dus ik dacht, ik ga deze een keer proberen. Van Ipuro. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval bij het tuinland gekocht. Ik ga ondertussen zachtjes. Mauki even redden van grijpgrage peuterhandjes of dreumeshandjes. Ga maar naar buiten, Mauki. Tada, Mauki. Tada. Olivia gaat altijd zwaaien naar Mauki als ze dat mag. Tada. Tada. Maar ik ben dus benieuwd naar deze geurstokjes. Maar die van de Ici Paris vond ik dus echt en heel lekker ruiken. En ze zijn best wel lang meegegaan, want nu ongeveer zijn ze dus op. En ik denk, wanneer heb ik ze gekocht? Ik denk in juli of zo. Is dat zo? Dan zijn ze echt lang meegegaan.
Nou, dan moet ik maar eens overwegen om die nog een keer te kopen. Maar goed, op naar de kerstballen. Allereerst een vrij normale bal voor mijn doen. Maar deze vond ik heel erg mooi. Dus die heb ik gekocht. Volgens mij was die iets van 3,5 euro of zo. Zoiets. Dan, deze vond ik echt heel leuk. Een flesje rum. Ja, die is mooi, maar die kan niet open. Mama gaat die niet open doen. Deze vond ik heel leuk. Ze hadden heel veel drankflesjes. Maar ze hadden ook bijvoorbeeld biertjes. Vond ik ook heel leuk. Maar we hebben allebei niet echt wat met bier. En rum vind ik wel heel lekker. Dan voornamelijk bijvoorbeeld een rum cola of een rum Fanta of zo vind ik heel lekker. En deze. Een ijskoffie. Echt zo leuk. Is dit een ijskoffie? Ja, ik denk het wel, hè. Of een ijsje of zoiets in ieder geval. Ik vind hem echt heel leuk. Deze was 5,29. Ik vind het echt prijzig hoor, die ding. Ik snap het wel hoor. Want... Oeh, Olivia, laat ze maar staan. Nee, laat ze maar staan, lieverd. Mama zal ze aan de kant halen. Dat rumflesje, volgens mij was die ook rond de 5 euro of zo. Dus, maar ik ben er heel blij mee. In totaal voor dit alles was ik 24 nog wat kwijt. Ja, heel mooi. Maar jij mag er niet mee spelen. Je hebt echt een hele doos met Duplo. Nee, dit is niet voor Olivia. Ik ga dit even redden. Ga maar met je Duplo spelen. Dat heb je al flink gedaan. Zoals je kunt zien. Ga maar lekker Duplo spelen, meis. Olivia die lag gewoon echt iets van anderhalf uur te slapen of zo. Dat is echt compleet nieuw. Nu heb ik haar overgedragen aan Sven. Want ik ga een massage krijgen. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik ga even dubbel checken of het huisnummer klopt wat ik heb. Maar volgens mij moet het goed komen. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij gaat ze een ontspanningsmassage doen. Dat was echt zo fijn. Echt niet normaal. Ik ben nu weer thuis en nu is Sven gaan sporten. Ik sport natuurlijk normaal ook op dinsdag. Maar ik vroeg haar even de massage mevrouw. Ze was een masseuse. De masseuse vroeg ik even van, ja, wat zou je aanraden? Om te gaan sporten s'avonds na een massage of niet? Toen zei ze van, nou ja, wat ik zelf eigenlijk ook al dacht. Van ja, nou, onze ontspanningsmassage is je lichaam juist helemaal ingesteld op ontspannen. En om dan te gaan sporten, ja, waarschijnlijk gaat het toch niet zo lekker. Dat je lichaam er gewoon niet klaar voor is. Toen dacht ik ook van, nee, het is misschien wel beter om niet te gaan. Dus ik sla een keertje over op dinsdagavond. Ik kwam thuis in een ontploft huis van allemaal speelgoed. Inmiddels heb ik een deel ervan opgeruimd, maar is het nog een grote chaos. En Olivia heb ik eventjes een paprikaatje gegeven. Die ze deels heeft opgegeten en deels over de vloer heeft verspreid. Nu heb ik een broodje met roerei voor haar gemaakt. Dus dat ga ik haar nu lekker geven. Maukie is ondertussen goed mijn tas aan het bewaken. Heel fijn. Dankjewel, Maukie. Dankjewel. We eten lekker wraps vanavond. Sven is al helemaal geïnstalleerd. Die heeft net dus gesport, dat had ik al gezegd. En we gaan lekker eten. Ja, op de bank deze keer. Goedemorgen. Wij hebben doorgeslapen. Echt, oh. Hey mos. Ik echt, wat is dat dan lekker. Waarschijnlijk over de week ben ik dat alweer vergeten. Hoe luxe dat is als je dat niet hebt. Maar bij deze eventjes een hart onder de riem. Voor alle papa's en mama's met gebroken nachten. You can do it. Het is een fase. Het is alleen jammer dat je niet weet hoe lang die fase duurt. Maar bij ons duurt het niet heel kort, gelukkig. Dus wij zijn heel blij, toch? Zeker weten. Hele verademing. Ik ga nu mijn tas inpakken, ontbijten. Ik ga naar Zwolle, daar samenwerken met mijn business buddy. En Sven, wat ga jij doen? Werken. Ja. Oké. Okay. Nou, goed verhaal. Ja, ik heb eerst een coachgesprek. En dan workies. En dan workies. Nou, succes. Dank je. Jij ook. En jij ook, Olivia. Succes op de opvang vandaag. We gaan lunchen en ik heb de club sandwich besteld. Het ziet er echt heel lekker uit. Het ziet eruit als iets van zelfgemaakte chips of zo erbij. Echt ongeveer elk uur heb ik gedacht, oh, ik moet nog even vloggen. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Ja, alleen het shot van 7 seconden of zo bij de lunch. Maar ik heb dus helemaal niet gevlogd. Maar in ieder geval, ik heb dus de hele dag zitten werken.
Hey, Nozempje, hoe weet jij toch elke keer weer in beeld te sluipen? Maar de hele dag zitten werken met Tessa. Tessa is mijn business buddy en zij is... ja, ik doe haar tekort door te zeggen dat ze financieel adviseur is. Maar ze doet wel financiële coaching voor ondernemers. Maar in de breedste zin van het woord. Dus ze gaat even kijken met ja, hoe kan jij... vanuit jouw omzet zoveel mogelijk rendement halen op een manier die bij jou past. Dat is zeg maar kort gezegd wat zij doet. We hebben dus gewoon samen zitten werken. We hebben allebei ons eigen ding gedaan. Maar in een ja, setting bij elkaar, bij Van der Valk Zwolle. Want zij woont ergens dicht bij Arnhem en ik woon dicht bij Groningen. Dus dat was een beetje halverwege. Nu ben ik weer thuis. Is het even voor 6. Ik heb Olivia rond 20:20 opgehaald van de opvang. En nu is zij een broodje met scrambled eggs aan het eten. En aan het rondgooien. En op haar trui aan het smeren. En overal op de grond. Nou ja, je kent het. Sven is ook thuis. Die zit even lekker te chillen op de bank. Wil je nog een stukje? Dat is lekker. Oeh. Nee, dat gaat op de grond. Great. Great. Ja, great. Ik ga... Ik ga zo even... Wil je nog hap? Zo even eten koken. En dan gaat Sven naar me boksen. Ik heb nog niet gesport deze week. Maar het is oké. Okay. Wat zei je? Vanavond. Nee, ik hoef vanavond niet te sporten. Ga jij maar lekker. Jij had het al geclaimd. Ham. We zijn klaargegeven. Nee. Nog één? Dan is het klaar. Oh, lekker! Olivia is ook weer zo vrolijk. Dankjewel! Ondanks dat het al 7:50 is, ze is er nog lekker te spelen en te kruipen en druk te doen. En ik weet dat het ook vermoeidheid kan zijn, maar dit is zo genieten dat ze weer zo vrolijk is. Dat is er dus echt een hele tijd niet geweest doordat ze gewoon niet lekker was. En nu gaat ze echt als een gekko. Achter Maukie aan. Schatje, doe je zachtjes met Maukie? Moet het even redden. Ze vindt het ook heerlijk om op de foamroller te knagen. Wel ja, hè? Zachtjes met Maukie. Ai, goed zo. Zachtjes. Zachtjes, lieverd. Gelukkig is Maukie heel behendig in het wegrennen. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald. En ik ga chillen. Ik zat weer te twijfelen. Ik voel me trouwens echt een stuk beter dan maandag. Ik zat maandag dus echt helemaal vol met mijn hoofd. Maar ik heb echt even rust kunnen pakken. Mede dankzij Sven. Dinsdag even die massage kunnen doen. En ja, gewoon echt weer meer rust in mijn hoofd gecreëerd. En wat mij dan heel erg helpt is gewoon dingen opschrijven, zeg maar, die ik wil doen. En echt prioriteiten van bijzaken scheiden. Want ik kan dan in de situatie raken waarvan ik denk, oh, dat wil ik ook ooit nog doen, dat wil ik ook ooit nog doen. En dan wordt het heel groot in mijn hoofd. En dan kan ik me veel beter focussen op, oké, wat wil ik echt vandaag doen en wat wil ik echt deze week doen en wat kan eigenlijk ook later. En als ik daar dan een to-do list van maak, dat ik het gewoon zoveel mogelijk opschrijf, ook de dingen die ik misschien later nog wil doen, dat die gewoon ergens staan, dat ze niet meer in mijn hoofd zitten, dat geeft mij altijd heel veel rust. Maar daar verschilt natuurlijk elk persoon in. Wist je trouwens dat dit ook iets is wat ik met mijn klanten in mijn 1-op-1 traject bespreek? Het is veel breder dan alleen maar voeding en bewegen, maar ook bijvoorbeeld stress en hoe, ik heb heel veel ondernemers als klant, dus hoe ga je bijvoorbeeld met je bedrijf om, of als jij een werknemer bent, hoe ga jij met de baan
die jij hebt om, wat zijn stressfactoren daar, hoe zou je die kunnen verminderen, hoe zou je beter voor jezelf kunnen zorgen in je werk. Het is dus veel breder dan alleen maar voeding en bewegen. Maar goed, dat was even totaal een zijstapje. Ik heb dus mijn make-up afgehaald en ik zit lekker Married at First Sight te kijken. Ik heb voor mezelf ook eventjes deze week gezegd van, nou, je gaat gewoon lekker hangen op de bank met een serie. En deze week en volgende week ga ik wel weer iets anders doen 's avonds. Want dat kan me ook wel heel erg veel energie geven als ik dan gewoon weer een keer of ga sporten. Of bijvoorbeeld, ik wil nog eventjes het human design van een van mijn neefjes uitpluizen. Dus als ik daar dan een beetje mee ga rommelen en zo. Maar dat komt allemaal wel weer. Goed, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Geef zeker even een duimpje omhoog als dat zo was. En ik zie je heel graag in de volgende. Doei doei!